Dames en heren, jongens en meisjes en alles daartussenin. We hebben een aankondiging voor jullie. Heb je een vraag? Of misschien een dilemma? Mail dan. Nou. Yo! Dem! Jezus, wat een goede ruimte. Zo! Ja, jammer dat dilemma niet echt een woord is. Het is dilemma, maar je snapt wat we natuurlijk toch we zijn. Mooi. Goed, blijf je vragen insturen die je hebt voor Tjeerd en Martin naar redactie@puur.nl of naar onze Instagram-account. Die hebben we ook. Oh jazeker, en dat is @powerunlimited. En dan zitten we de hele week te refreshen of er een vraag van jou komt. En dan antwoorden we natuurlijk altijd binnen een uur. En doen we dat niet binnen een uur, nou, dan komt jouw vraag sowieso in jouw DM. Dat is een waterdicht systeem. Ja. Beste Nino. Tenminste, Nino zegt, beste Power Limited, maar beste Nino, ik ga je vraag voorlezen. Ja, ik heb momenteel 2 kapotte DualSense 5 thuis liggen. Eentje reageert alleen in het menu en niet op de spellen en bij de andere is het driehoekje kapot. Hebben jullie tips die ik kan gebruiken om deze te maken of te laten maken? Met vriendelijke groet. Dat is mijn fout. Dat is niet Nino's fout hoor, die kan wel tippen. Maar geef gewoon Nino de schuld, joh. Gooi hem voor de bus. Nee, zo ben ik niet. Ik ben zo goed als brood. Weet jij het antwoord? Ik ben de vraag alweer vergeten. Hij heeft 2 kapotte DualSense. Eentje ervan reageert wel in het menu, maar niet in-game. Dit is echt een hele rare situatie. Dat is een hele gekke, ja. Gebruik je hem op de PlayStation 5? Dat is wel belangrijk. Nee, want ik denk wat Nino even moet doen met die ene die alleen nog maar reageert in het menu. Je moet hem even resetten. Hier achterop zit een klein gatje. Een gatje. Kan je inzoomen, zover? Op het gatje. Zie je dat gatje? Daar past precies, geen tanden stokertje in. Maar als je een, hoe heet zo'n ding, zo'n paperclip zo uitklapt, past die er precies in. En ja, dan kan of je dat je nagel zo afveilt dat die precies in het gaatje. Het zou theoretisch mogelijk zijn. Een hele lange nagel. Ja, en dat je dat knopje even 5 seconden in. En dan, dat je zo'n Assassin's Creed nagel hebt. Ja, reset je controller en dan sluit je hem even opnieuw aan met de kabel en sync hem opnieuw. En dan kijk je even of hij dan wel werkt. Die andere die, waar die driehoekjesknop vast zit. Maar zit hij vast of is hij echt kapot? Kapot. Ja, dan even terug naar de winkel. Waarschijnlijk heb ik nog gewoon garantie. Want mocht hij vastzitten? Dan even schoonmaken. Even schoonmaken met een beetje, komt weer wat een staafje, een beetje cleaning alcohol, niet tequila, maar cleaning alcohol. En niet stiekem in je mond doen, maar gewoon even rondom schoonmaken. Want het kan zijn dat er wat vettigheid tussen zit. Even ontvetten. En dan blijft hij hangen en dan wil je. Een beetje voorzichtig omgaan met je spelletjes. Zeker. Ja. Hallo met Sam. Hallo Sam. Zou het misschien mogelijk zijn of ik bij jullie mag komen werken? Ja, zeker weten. Je wordt maandagochtend om 9 uur verwacht. Neem je broodtrommeltje mee. En nee, hoeft niet joh. We hebben hier gewoon lunch. We hebben lunch. Ja, top. Nou, tot maandag Sam. Nee, maar mocht je hier echt serieus willen werken, dat kan natuurlijk. Moet je wel een relevante studie doen. Ja, een stage. En dan kun je hier stage komen lopen. Stage. Net als Mitch, die zit daar. Ja, zit je een beetje daar te zitten. Met een koptelefoon op. Ja. Dus als je stage wil komen lopen, dan kan dat. En we hebben nog een filmpje daarvoor. Oh ja, filmpje. Kom nu. Ben jij op zoek naar een stage en vind je het vet om dagelijks met games bezig te zijn? Wij zijn op zoek naar nieuwe stagiairs voor op de redactie en in het videoteam van Power Unlimited en Gamer.nl. Kan jij lekker schrijven? Ben je proactief? En kun je uit de voeten met social media? Dan zou jij zomaar eens onze volgende redactiestagiair kunnen zijn. Ben je liever met video's bezig en heb je ervaring met Adobe Premiere? Solliciteer dan voor een videostage. Je neemt dan video's op, monteert ze, organiseert livestreams. En je kunt helemaal losgaan in Photoshop. Bij ons doe je het allemaal. Check voor alle informatie pu.nl/stage en vertel ons waarom jij op onze redactie thuis hoort. Wie weet heb jij straks zo'n dikke game stage te pakken. Maar houd er wel rekening mee dat de relevante studie vereist is. Nou, mooi filmpje. En als je hier wilt komen werken, we hebben op dit moment geen vacatures openstaan. Maar bij onze uitgever misschien wel. Ja. Ja. reshift.nl/werk. Werk, denk ik. Vacature. Kijk gewoon even op de homepage. De volgende vraag van Disseltrans. Die zegt, hebben jullie al wat meer nieuws over de PlayStation 5 Pro versie? Nee. Oké, volgende vraag is van Wesley. Die zegt, yo gasten, jullie weten veel over games. Nou heb ik per ongeluk een rare taal geselecteerd. En kan ik dit niet veranderen in GTA Online voor de Xbox Series?
Maar nou weet ik niet hoe ik dit terug moet veranderen en ik weet echt geen raad meer. Misschien dat jullie eventueel een optie hebben voor dit probleempje. Ik hoop dat jullie reageren. Met vriendelijke groet, Wesley. Ja, nou ja, dan gaan we eens even kijken welke taal je hebt geselecteerd natuurlijk. Dan selecteren wij een goede studie voor jou en dan sturen wij jou daar 4 jaar naartoe, zodat je die taal echt moeiteloos kan lezen, schrijven en dan praten. Dan kan je wel lekker spelen. Ja, waarschijnlijk heb je dan een nieuwe console en dan heb je het probleem ook niet meer. Het zou ook een zal te makkelijk zijn. Wat ik altijd doe, ik heb het ook wel eens gehad, natuurlijk irritante broer die dan de hele tijd de taal aanpast en dan... Wat ik vaak doe is, je kan naar een YouTube filmpje gaan voor het menu van de bepaalde game en dan... Hij geeft een tipje. Ik geef 1 mogelijkheid. Er zit meteen iemand... Nee, ik ben het niet mee eens. En dan kijk je gewoon en ja, die staan nog allemaal op dezelfde plaats, dus dan kan je het in principe gewoon fixen. Nou, maar hier is de perfecte oplossing. Nee, kom maar hier met de camera. Kom maar. Nou, de snelste tip is denk ik om die app te downloaden van Google Translate. En dan kan je dus... Oh ja, dat wilde ik dus de volgende keer zeggen. Dan kan je... Ik ben hier een tip aan het vertellen. Jij kon het ook niet wachten. Nee, dus in de Google Translate app klik je op camera en dan kan je dus alles scannen. En dan moet je hem dus gewoon op taal detecteren. En dan detecteert hij gewoon de taal. En dan film je gewoon je scherm en dan kan je lezen wat er staat. Luciano, beste Power Unlimited. Na een nieuwe... Iedereen vraagt om de PlayStation 5. Heeft nou niemand een Xbox Series X? Nee, je vorige. Wesley. Die had het over de Xbox Series. Helemaal goed. Okay. Na een nieuwe PS5 te hebben kunnen bemachtigen, heb ik GTA 5 met de PS4 disc erop gespeeld. Daarna een PS5 disc voor GTA gekocht, zodat ik die andere voor de PS4 kon behouden. Ik doe de disc erin en na het kopiëren kan... En het kopiëren kan op geen enkele manier foutcode CE1188772. Ik heb de database al gereconstrueerd, de game verwijderd en opnieuw geprobeerd te downloaden. Van internet geswitcht en noem het maar op. Hebben jullie nog enig idee hoe ik het kan fixen? Vriendelijke groet, Luciano. Okay. Een gek probleem. Wacht even. Hij heeft dus een PlayStation 4 en hij heeft een PlayStation 5. Met de PlayStation 4 desk heeft hij een PlayStation 5 gedaan. Ja. En daarna heeft hij een PlayStation 5 versie gekocht van de game. En nou kan de PlayStation 4 versie niet meer op zijn PlayStation 4'tje werken. Hij heeft dus GTA 5 al een keertje gespeeld op zijn PlayStation 5 met de PlayStation 4 disc erin. Mm-hmm. Daarna heeft hij een PlayStation 5 disc gekocht. Mm-hmm. Alleen, dat werkt dan niet. Ik denk, hij heeft de game dus al... Dit zou ik dus als eerste zeggen. De game verwijderen en opnieuw proberen te downloaden. Van internet geswitcht. Ik heb eigenlijk geen idee. Zullen we het even uitzoeken? Ja, we gaan op onderzoek uit. Oké, we hebben even onderzoek gedaan. En er zijn een aantal dingen die je kunt proberen, lieve Luciano. We nemen aan dat je de game probeert te installeren op je PlayStation 5. Ja. Ja, de PS5 game op de PS5. En die error code staat voor... Faulty game can lead to this error. Oké, het kan dus een harddrive foutje zijn of kan aan de game liggen. Wat je eerst dus moet proberen is of je systeemsoftware de laatste versie heeft. Yeah. Corrupted database kan het zijn, maar die heb je al gereconstrueerd, dus dat is goed. Een storage issue, wat je kan proberen als je hem op een externe HDD probeert te installeren, dat kan al niet. Want het is een PS5 game die moet op de interne. Dus als je daar niet genoeg ruimte hebt, moet je wat andere games verwijderen dat dus. En het is kan ook nog een incomplete installatie zijn. Maar ja, volgens mij gaat het wel fout met het downloaden. Oké, als tipje kan je doen, je console restarten. En niet zomaar restarten, maar je zet hem even helemaal uit en trek je even de sticker uit stopcontact. Ook even voor de zekerheid even achter uit je PlayStation 5. Laat je hem even 2 of 3 minuten stilstaan, zodat hij al de cache leeggooit. De game naar internal storage verplaatsen, dat heb je volgens mij al geprobeerd. Genoeg ruimte op je harde schijf als je dat al niet hebt. Systeemsoftware dus updaten. Database gerebuild, nou heb je al gedaan. En factory reset de PlayStation 5. Dat is echt de last case scenario. Ja, dat is de last resort. Ja, last resort. Dat is als het echt niet werkt, dan moet je dat dus proberen. Dus hopelijk lukt het met deze tips en kan je weer lekker GTA 5 spelen op je PlayStation 5. Oké. Okay. Oh, het is weer zo ver. Het is weer tijd voor die flitsronde. Ronde.
Oké, Google. Set the timer to 45 seconds. Wanneer komt Motorfest uit of wanneer komt Forza Horizon 4 of 5 voor de PlayStation 4 uit? Nou ja, Forza Horizon 4 of 5 komt nooit voor de PlayStation 4 uit. En Motorfest, oftewel de nieuwe The Crew, is nog geen release datum van bekendgemaakt, maar die komt waarschijnlijk in het najaar. Oké, met wie doe je het liefst op een bakfiets door Friesland? Nou, met Wouter. Vond je dat leuk? Ging goed. Ja, ik ben echt een goed team met Jacco. Dus als we het nog een keer gaan doen, graag weer met Jacco. De nieuwe Layton game, yay of nee? Nee. Ja, ik vind het wel leuk. Layton, lekker puzzelen. Denken jullie dat de nieuwe Forza dit jaar nog komt na de uitstel van begin dit jaar? Ja, die komt van dit jaar nog, absoluut. Eind dit jaar. Naar welke games kijkt de pure redactie het meeste uit dit jaar? Starfield. Nou, ik denk als we het gewoon kijken, als we een polletje gooien op de website, op ons discussiekanaaltje, dan komen we uit op The Legend of Zelda Tears of Terrors of the Kingdom. Mocht je alsnog met vragen zitten, dan dat kan natuurlijk. Dan moet je gewoon even een DM'tje sturen naar Instagram, @powerunlimited. En als je niet overweg kan met Instagram of je mag er niet op van je ouders, dan kan je misschien een mailtje sturen, want dan heb je vast ook wel een e-mailadres. Naar redactie@pu.nl. En als je dit gewoon op YouTube kijkt en je denkt van nou, ik wil ook gewoon een vraag via YouTube insturen, kan het ook gewoon even een commentje achterlaten onder deze video. Ja. Mag ik jou feliciteren, Tjerk? Ja, dat mag zeker. Met wat? Nou, ik denk dat we weer een uitstekende de JODM op de mat hebben gelegd. Ik denk het ook wel. Ja. Ik denk dat dit wel een E-tier JODM was. Ja, denk ik dat. Minimaal. Ja. Nou, jullie ook bedankt. Jullie waren topkijkers. Dus beloon jezelf, geef even dat duimpje in kanaal en abonneer je op ons kanaal. Zitten we weer in dat... Weer in dat kleine hokje? Ja. Moeten we een keer over praten met... Ja. We hebben een vertrouwenspersoon, hè? Ja. Ja, hoe voel je je nou bij het venstertje? Ja, een beetje kleinerend wel.